Zo, leuk dat je kijkt naar hoe doe je dat. Op het werk of thuis kom je wel eens tegen dat je enveloppen moet dichtplakken. Nou, dat kan natuurlijk met tong of met lijm of met plakband. Maar je kunt het ook gewoon doen met een pritstift of een glue stift of een soort lijmstift. Want het gaat in ieder geval veel sneller. Ik laat je het even zien. Wat we nodig hebben is in ieder geval een envelop. Een kaartje. En het kaartje stoppen we in de envelop. Zoals je ziet zit hier het plakrandje. Nou, het plakrandje is speciaal bedoeld om of iets met water op te doen zodat het dicht plakt. Wat je ook kan doen is een glue stift pakken. Oftewel gewoon een lijmpotje. Een pritstift. Die kun je erop smeren, precies over het randje waar je normaal gewoon plakt. Dat gaan we even laten zien. Zo. En zoals je ziet zit er nu lijm op van een glue stick. Ideaal. We plakken het dicht en het zit perfect dicht. En je hoeft het niet met je eigen tong te doen. Voordelen zijn dat je speeksel er niet op hoeft. Of dat je zit te prutsen met plakband. En je krijgt sneetjes in je tong. Nou, dit was mijn tip. Hoe doe je dat? En bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Hoe doe je dat?